Vetles terug in de ploeg, ook Skovols. Dat kan belangrijk zijn als hij in vorm is tenminste. Ook Zinkernagel in basis 11. Bijna 4 minuten onderweg. Van Aken als laatste goed gelegd. Dus ja. Dan zou het zeker kunnen zijn. Dat is ook ideaal voor de rechtervoet. De eerste keer echt opwinding. Baskov, dus dat was de afleiding. Ja, ja. Maar niet goed getrapt. Hier op het kader. Ewald Pletings. Man die stevast alles begint, start in de defensie van Leu. Dat is een heel poos zo, onlangs belangrijke goal op RWDM. Nielsen meteen. Een bal die niet verder kwam dan de eerste paal. Jougla was in de buurt. Mazis. Hij terug in de basis. Vetlessen. Met een actie die hij het liefste maakt. Bal aan de voet. Oprukkend. Skovolsen. Leek zich vast te lopen. Odoi gaat hem nog voorbrengen. Rika. En hier de trap van Nielsen. Centraal. Uiteraard. Geen moeilijke bal voor deze. Maar als er één pijnpunt duidelijk is volgens Oscar Garcia, de nieuwe coach van OHL, is het de slagkracht voorin. Te weinig. Hier de Japanner Akimoto. Steun van Mazis. Schrijvers. Schrijvers trapt. Bal wijkt af. En Jakkers moest toch achteruit en die bal over zijn kooi duwen. Misschien een beetje verrast. In Leuven is hij dat wel. Dan wordt hij nu ook dit seizoen echt wel gespaard van een dosis ongeluk die hem in zijn carrière al zo vaak heeft achtervolgd. Dat is een absolute aanwinst voor OHL. Jougla mag erachter gaan met Rika. Steun van Pletings. Dan gaat het oplossen via de doelman. Ja. Ja, weinig overtuigend. En je voelde het een beetje dat het zo zou kunnen eindigen. Zinkernagel. Excuses van Tobe Leijzen. Gewoon doorgelopen, simpel. Door Thijsson. Voilà, als hij nu nog de IJslander bereikt, is dit gewoon een hele goede aanval. En dat is het ook. En Schrijvers moet dan veel beter doen. Dit is een 100% mogelijkheid voor Oud-Heveli Leuven. Schrijvers weet het. Kijk, hier lopen er 3 in. Die pakken die verdedigers mee. Hij is helemaal alleen aan de rand van de 16. Daar kan je. En hij rukt ver op. Thorstijnsson. Ja, ze zijn mee met Leuven. 4 jongens voor doel. En hier Mazis. Ook hij krijgt hem niet op het kader. Kans nummer 2 voor Leuven. Thuispubliek merkt het. Ja, absoluut. Twijfel neemt toe. En de kansen voor OHL ook op deze manier natuurlijk. Opnieuw 4 man voor de goal. En zo raak je ergens in een spiraal terecht waar je moeilijk uitgeraakt natuurlijk. Want je begint aan die wedstrijd. Het publiek ziet niet wat het wil zien. En het vertrouwen is al niet te groot. Dan ga je nog meer twijfelen. En je raakt daar dan maar eens uit. Vetlessen was doortastender dan Mazis. De trap van Zinkernagel. Ja, toch gewoon een losse flodder. Maar nog iets om het publiek even mee zoet te houden. Om Leijzen even te testen. Het gevoel hebben van ja, het gaat hier niks zijn vandaag. Het gaat onmogelijk zijn. Maar dat gevoel zou bijgesteld moeten zijn wat hem betreft. Thorstijnsson met een goede hoekschop en de kopbal van Pletings. En het is 0-1 voor Oud-Heveli Leuven. Derde kans is prijs voor OHL. En de onzekerheid, de twijfel, de frustratie die er hier al was in het stadion, die gaat alleen maar toenemen. Voor de derde keer dit seizoen en voor de tweede keer op korte tijd met de kop. Een goede corner, een mooie corner. Maar ook Nielsen daar makkelijk weggezet door Pletings. Kan dan niet mee in het duel gaan. Van Aken daar ook nog wel tegen de grond. Maar het is vooal Nielsen die zich laat aftroeven door een leeg hoofd. Als ballast meedraagt van de voorbije week. Van Aken op Ordóñez. Niemand in het centrum. Alle jongens aan de rand. Skovolsen nu wel makkelijk buitenom. Goeie voorzet, Jougla met het antwoord. Nee, nee, zit de Spanjaard, de Catalaan. Daar waar hij moest zijn. Skovolsen er in eerste instantie niet overheen. En dan met zijn links goed hernoemd. Ja, die banen afsneden. Meijer, oh,
Ja, dan moest het zo'n goal zijn. Het moest zo'n doelpunt zijn, Gert. Zuivere own goal van de doelman. Pijnlijk. Ai, ai, ai. Ai, ai, Tobe Leijzen, die nogthans een goede indruk nalaat bij Leuven sinds zijn komst. En ook vol het vertrouwen. 1 zege in de voorbije 5 matchen. Voorlopig 1-6. Tenzij er beterschap komt in de tweede helft. Van Aken. Club speelt alweer, maar Mechelis blijven liggen. Ja. De club wil uiteraard deze omschakeling meepikken. Skovolsen. Odoi komt, maar is bliksemafleider. Van Aken. In één tijd lukte niet. Op Skov Olsen. Toch maar trappen. Hij hobbelt een centimeter of zoveel naast. Ja. Welke conclusie moet je hier aan vastknopen? Club Brugge en Oud-Hevelen Leuven delen de punten momenteel. Na 45 minuten staat het hier 1-1. Vetlessen. Ja, dat had Mazis gezien. Brouw Brunes heeft gekeken, kaatsen, schrijvers. Ja, is gewoon goed van OHL. Mazis, het kon naar Thorsteinsson. Ik denk een fractie te laat. Randje buitenspel. Thorsteinsson, mooi. Brunes over, over, over. En geen vlaggen. Jezus Christus, wat een misser. Wat een misser. Ja, natuurlijk sta je dan onderaan. Als je deze ballen er niet in krijgt, als je spits deze kansen niet afmaakt, Gert. Hier gaan we niet zien of het buitenspel was voor Thorsteinsson. Ja, maar kom. Maar de kans blijft even groot, natuurlijk. En nog niet een beetje door. Nee, dus een dikke meter. Voor een spits van 2,5 miljoen. En sorry. Sorry, mol. Ja, en het contrast is natuurlijk groot met Mario González van vorig seizoen. Die er elke week eentje binnenschot. Die onder iedereen speelt. Of het nu Mark Brijs is of Oscar Garcia. Hij start vrijwel altijd. Thorsteinsson. Skov Olsen. Dat is makkelijk. Te makkelijk voorbij Thorsteinsson. En Van Aken nu Leijzen. Zag er al wat meer uit als een aanval van club zoals we die van hem verwachten. Skov er heel goed overheen. Het overstapje, goede voorzet van Van Aken. Ja, dit was op zijn Lapoussins verdedigd eigenlijk. Ja, hier moest een paar passen achteruit, moeilijk om nog kracht op te zetten. Shinktien. Brunes, Schrijvers, prima bal op Banzuzi, lange stelte naar Donjes. En dan valt het mee voor club. Maar ze hadden geen centimeter over. Skovels, opnieuw buitenop. Met de hulp van Thorsteinsson. Is een hoekschop voor club. Skov Olsen moet beter doen dan in de eerste helft. Dat is oké. Is gewoon zeer goed zelfs. En dan verdient het eigenlijk. Maar goed. Krijgen we hem hier. Hans van Aken. Of toch Skov Olsen. Een uur gevoetbald. Club op zoek naar 2-1. Van Aken. Ja, binnen. Ja. Als je een probleem hebt, bel hem maar. Hans van Aken, u gebracht door Gert Vrij. Moet ik het nog eens zeggen? Ja. Hij kan dit gewoon. Dit is zeer deugdoend voor Club Brugge dat niet het beste begin van de tweede helft beleefde. Allerminst. Het is wel een stilstaande fase. En Leijzen, ja. Hij had er nog wel aan, maar hij heeft zijn hand er niet meer achter gekregen. En dit is geen simpele vrije trap. Die bal ligt maar net buiten de 16. Echt niet zo gemakkelijk. Dit heeft hij. Skovels en de kleine rechthoek die vol staat met mensen. Moeilijk om daar een bal te rapen. Leijzen heeft zeep aan de vingers, jongens. Het is zijn dag niet. En kan Meijer dan nog trappen? Jawel, 3-1. Daar heb je je antwoord. 0-1 achter. En na een uur voetballen, 3-1 voor. Dan toch veerkracht bij dit Club Brugge. Dat hier een eerste stap richting zegen. Nou, en ook Leijzen heeft zijn fout uit de eerste helft niet achter zich kunnen laten. Nee. Deze makkelijke plukbal opnieuw uit de handen laten glippen. Meijer profiteert. Maar oké, het staat er zo vol met mensen. Het is niet makkelijk om daar te komen, maar je moet hem hebben. Eigenlijk niet gehinderd. Nee, dat is waar. Er staat inderdaad veel volk, maar het is een tweede 20 minuten de tijd om dat gevoel waarmee hier iedereen naar huis gaat straks en dan nog wat op te beuren.
Nielsen meteen voor. Prima. Joutla kopt hem binnen. Dit de manier om dat te doen natuurlijk. Wel buitenspel. Het stond wel buitenspel. Ik hield meteen de adem in, want je voelde die afstand, die voorsprong. Dat leek me niet. Zag dat ook. Het is niet hij. Nee. Toch zijn Sonny hier onderaan, maar... Nee, maar... De ene Catalaan, eruit. Voor de andere Catalaan. Joutla eruit. Barbera erin. En zijn debuut is het al lang niet meer. Hij pikt toch hier en daar wel wat minuutjes mee, maar erg veel hebben we nog niet aan het werk gezien. Ik denk de vierde, vijfde keer dat hij in actie komt bij Club Brugge 1. Schof Olsen aan de tweede paal. Meijer, hij krijgt het toch weer op doel. Gert, het is ongelooflijk. Ja. Maar die man, die kan koppen. Ja. Dat is toch... Laat ingelopen. Wordt losgekomen. Goed naar de bal blijven kijken. Veel beter dan Maziz daar natuurlijk. Die dan allemaal makkelijk laat gebeuren. Geen verdedigend instinct heeft natuurlijk Maziz. Nee. En Meijer nu weer naar de tweede paal. Deze keer wel aan de overkant. Want ja, de bal wordt ook van die kant getrapt. Schof Olsen. Natuurlijk je verstand afzet. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Iemand spelersgroep zonder veel vertrouwen. Dan moet iedereen voor zichzelf een beetje verwerken.